We hebben zojuist gehoord over je relatie met het NOC en dat jullie het pachten. Hoe ziet eigenlijk het businessmodel van de golfclub eruit? Nou, zoals ik al zei, hebben we toch een behoorlijk grote omzet en een begroting. Ongeveer 85% van onze inkomsten moet je toch zien als contributie die door onze leden wordt opgebracht. Mm-hmm. Dan hebben we nog wat inkomsten uit het green fee spelers, dus de gastspelers die bij ons komen. En wij verpachten onze horeca en wij verpachten de driving range. De driving range, dat kost ook een hoop geld om dat te onderhouden. Dus daar moet eigenlijk wat geld bij. In de kostenkant is het wat hoger dan mm-hmm. de inkomstenkant. Maar de horeca, daar proberen we toch een beetje een positief resultaat uit te draaien. En aan de kostenkant zie je dat de 50% van onze uitgaven zijn in de baan onderhoud. Onderhoud. Ja. Verder moet een behoorlijke bedrag aan pacht betaald worden. Je hebt natuurlijk vele hectares grond die gepacht worden. Dus daar zitten. En dan hebben we toch nog drie parttimers in dienst. Voor alle werkzaamheden, secretariale werkzaamheden en dergelijke. Dus die salarisposten heb je ook. Ja. En wat bij elkaar moet je ook wat onderhoud aan je gebouwen doen. En eventueel een reserve maken om vervangingen te doen en investeringen te doen. Ja, want al die machines bijvoorbeeld, zijn die dan ook uitbesteed? Zijn die onderdeel van het uitbesteden contract of zijn die van jullie? Ja, nee, die machines zijn van de aannemer. En die zit in de totale pachtsom. Daar hebben we afspraken mee van hoe vaak er gemaaid wordt. En de machineonderhoud, dat is allemaal voor hun. Ja. Alleen voor extra, die uitbreidingen even in de baan. Dat doen we in overleg met de aannemer. En gedeeltelijk ook in eigen beheer. Op projectbasis ook. Ja. Ja, dus dan kijk je bijvoorbeeld één hol aanpakken. Dat gaat dan zoveel kosten als we dit zelf doen en dat uitbesteden. Precies. En een beregening opnieuw aanleggen bijvoorbeeld. Nou dat kan in de papieren lopen. Nee, dat ja niet. Maar dat loopt behoorlijk in de papieren. Ja, want die leidingen en zo. Ja, ja. Dus dat, dat soort aanpakken, dat doen we dan op projectbasis. En bijvoorbeeld een waterpunt in de baan. Want je hebt helemaal achteraan, heb jij op het einde van hol 10, heb je een waterpunt. Ja. Een toiletgroep hebben we daar nog in de baan. Dus daar hebben we een eigen put, eigen bron waar we water oppompen. En ook voor de beregening van de baan halen we het grondwater omhoog. Dus we hoeven daar niet op het leidingnetwerk te zitten. Oké. Nou, interessant. Dat heb ik altijd eigenlijk wel eens een keer willen horen hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Dus bedankt daarvoor. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Fleetwood Mac met Go Your Own Way.